Er is maar één vraag die we allemaal willen weten volgens mij. En als je het niet mee eens bent, zeg het dan zo luid als je kan. Maar we willen weten, wat is de visie voor het stationsgebied? Ja. Heel simpel. Dat is de enige vraag. Er is geen visie. Geen visie. Wat dan? Dan gaan we die vraag even adresseren. Want hij is belangrijk. Nee, dat heb ik de vorige keer ook gehoord. En mijn collega Strijn ook. De suggestie die daar ook in zat, als er geen visie zou zijn, dat is niet juist. Wat we nu gezegd hebben is, omdat wij het belangrijk vinden, dat wij in gezamenlijkheid de beste keuze maken voor de beste plek voor een busterminal in de toekomst, beginnen wij met een leeg vel papier. Dat is wat we hier aan het doen zijn met elkaar. Dat neemt niet weg dat wij als gemeentebestuur heus wel een visie hebben op het stationsgebied en gelukkig maken. En dat is niet iets van Robert Strijd of van Paul Laudy, maar dat is een visie die door ook de gemeenteraad ten volle wordt onderschreven. En dat gaat over het verder versterken van dat gebied, het verder toevoegen van wonen. Waarom? Omdat we die woningen hard nodig hebben in de stad. Het toevoegen van werken, verblijven in een prettig gebied, zodat dat gebied een impuls krijgt. Zodat dat een waardiger entree van de stad wordt, wat het nu niet wordt, nu niet is. Verkeersveiliger kan worden voor de voetgangers, voor de fietsers. En betere verbinding kan zijn tussen die twee belangrijke pijlers van onze stad. Namelijk die binnenstad, die we allemaal zo koesteren, en het Bioscience Park als belangrijke motor. En dat bovendien een plek kan worden die als OV-knooppunt beter functioneert dan dat hij nu doet. Dat is de opgave. En daar moeten we een hele hoop voor doen. De busgrond geeft de gemeente een hele hoop geld. Wacht even, de grond, meneer. Nee, maar nu gaan we, want dan gaat u reageren vanuit de zaal. Dan gaan we die plenaire discussie doen. Dat was niet de bedoeling, omdat ik onderschrijf dat ik ook de vorige keer hier in mei gemerkt heb dat er heel veel mensen zijn die gewoon heel erg graag met de gestelde vragen en thematafels aan de slag gaan. Om daar hun suggesties te doen. Nou, die gelegenheid bieden wij graag en tegelijkertijd heb ik in voorbereiding op vanavond gezegd, ik wil dit soort vragen, meer fundamentele vragen, waar Pascal en Armin bij volgens mij al uitgebreid ook bilateraal over gesproken hebben, ook vanavond niet uit de weg gaan. Want ze zijn belangrijk en natuurlijk staan wij als stadsbestuur open om ook die open met elkaar te bespreken en daarom is ook die gelegenheid aan een van de tafels te om dat met elkaar te doen. Michal, wat wil je zeggen? Ik heb een suggestie, naar aanleiding van wat er nu net is besproken. Ja. Een suggestie naar aanleiding van wat er nu net is besproken. Wij hebben bij de stukken aangetroffen een notitie van Richard Kleine. Die heeft een poging gedaan, waardeer ik zeer, om uit te leggen waarom het zo verstandig is om ons te concentreren op de bushalte, en de locatie daarvan. En dat alle andere zaken daar als het ware van afgeleid zouden zijn. Dat wordt bestreden, als ik kijk naar de vorige bijeenkomst, door heel veel mensen in de zaal. En we zouden ook het enige station in Nederland zijn wat op die manier tot stand komt. Als wij kijken naar hoe de belangrijke stations in de steden in Nederland, hoe die vorm gekregen hebben, met het prijswinnende station Breda voorop, dan zie je dat men daar begint met het station zelf. En je kijkt dus bijvoorbeeld, als het over de feiten gaat die je wil onderzoeken, niet alleen naar de reizigersstromen van bussen, ook belangrijk, maar ook en vooral naar de reizigersstromen van de treinen. En je gaat dus kijken, wat moet er met het station veranderen, wil het in de vaart der volkeren meegaan. Het grappige is, als je naar de dossiers kijkt, en mijn afwijking is, dat heb ik gedaan, dan zie je dat de enige constante in alle verhalen is het station. Daar verandert helemaal niks aan. Dat kan niet waar zijn. En mijn suggestie is, niet om dat nu eventjes snel af te raffelen, de dingen doen die jullie voorbereid hebben, maar een volgende keer, en ik begrijp dat er een gedachte is om voor de zomer nog eens één keer een extra bijeenkomst te hebben. Nou, we kunnen niet wachten natuurlijk, hè? Dus laten we dat vooral doen. En dan zou mijn suggestie zijn om die bijeenkomst plenair te houden, niet alleen maar even een stukje, maar plenair te houden, over die integraliteit en met name te kijken, dat vergt ook enige voorbereiding, wat zijn nu redenen om de stations te veranderen? Overigens, als je denkt over een andere locatie van het busstation,
dan is er natuurlijk een integratie denkbaar tussen station waar treinen stoppen en een busstation. Dus dan kom je al met elkaar in het verband van die twee dingen. Maar wat er met het station zou moeten gebeuren, dat hoort op de agenda thuis. Daar kan de NS iets van vinden, daar kan ProRail iets van vinden en de gemeente ongetwijfeld ook. Maar tot nu toe is dat helemaal in de stukken niet terug te vinden. Het is gewoon een gegevenheid. En dat kan niet waar zijn, nog afgezien van andere suggesties die andere suggesties die gedaan zijn van moeten we toch ook niet iets met groen en iets met water, dat zijn ook dingen die belangrijk zijn. De suggestie is laten we nu de agenda afwikkelen zoals die is voorbereid, maar laten we als thema voor de volgende keer deze thematiek bij de kop pakken, plenair in de volle omvang. Het zijn niet de verkeerde volgorde. Even aansluiten bij wat Paul Ladie zegt, want wat mij opvalt is dat hij zegt dat de gemeente een visie heeft geformuleerd. Ja. Dat klopt, want er is in 2012, zoals jullie misschien weten, een kaderbesluit genomen. Het kaderbesluit rept over de Rijn- en Gouwelijn. Nou, zoals jullie allemaal weten is helaas die Rijn- en Gouwelijn niet doorgegaan. Kortom, wij denken dat er gewoon een heel nieuw kaderbesluit gemaakt moet worden, een nieuwe visie. En dat dat uiteindelijk de basis zou moeten zijn van al deze thema's. Die ik overigens prachtig vind, want laat ik de gemeente Leiden ook eens een compliment maken, ondanks al deze verhitte gezichten. Er gebeuren fantastische dingen in de stad, ook Paul Ladie, Robert Strijk, jullie doen echt super dingen. Dat wil ik ook een keer gezegd hebben. Maar hier ontbreekt gewoon een visie en dan maken wij ons als burgers allemaal op onze eigen vlakken gewoon zorgen over. Dus wat je volgens mij moet doen is eerst met z'n allen bij elkaar gaan zitten. Dan vragen van wat willen we allemaal met het busstation. En als dat betekent dat het toch de TW-locatie is, nou jammer voor ons dan. Liever niet natuurlijk, maar volgens mij gaat het erom wat willen we met het hele stationsgebied. Wat willen we met bouwen en wonen. Ondertussen gaat het bouwen hier gewoon door. Je kan het zien door de ramen. Dus daar kan geen busstation meer komen. Dus dat is wat deze discussie zo moeilijk maakt volgens mij. Dat is volgens mij, als ik een beetje voel en spreek met iedereen, en correct me if I'm wrong, dat is wat er hier fout gaat. Volgens mij is er wel een oude visie, maar die visie is verlopen omdat de Rijn- en Gouwelijn er niet meer toe doet. Volgens mij moet er gewoon een nieuw kaderbesluit komen.